Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken, en de Business Club Hogeveen. Goed het wordt weer lekker euh, zwemmen in elkaar Lemmen. Ja, zeker. Als je wint, dan kan het een feestje in de terugweg. Ja, ja maar wat een knotsgekke wedstrijd. Ja, je staat er gewoon ook nog een beetje beduusd bij te kijken. Ja, een knotsgekke wedstrijd. We komen na volgens mij 2 minuten 1 0 achter, Nou, een fout van onszelf. Ja. En na, daarvoor natuurlijk een hele grote kans. Ja, inderdaad. Daarvoor, je kan zelf na 30 seconden volgens mij de 0-1 schieten. Na nou, 2 minuten later sta je 1-0 achter. Nou, dan krijgen we nog wat kansen. En uiteindelijk pakken we ergens de draad. En die penalty? En die penalty, die stand inderdaad pakt, uh, ja, zoals wekelijks uh, houdt die jongens gewoon op de been. Wat ging er mis? Want er ging veel mis. Ja, te veel. Ja, zeg het maar. Uh, ja, ik, ik denk geen uitleg voor. Nico die zei in de voorbeschouwing van, uh, nou, ik heb er flink, van de week flink over gehad. Uh, vorige week veel te veel weggegeven. Dan verwacht je beterschap. Komt er niet. Nee, inderdaad. Nee, nee, je verwacht dat inderdaad. Uh... Ja, zeg maar. Er is niet echt tekst of uitleg voor. Iedereen doet zijn best en uh, iedereen wil zo graag mogelijk alles goed doen. Nou, en, uh, het lukte gewoon niet. Dan nou, moeten we kijken waar het probleem ligt en daar uh, op zoek gaan naar een oplossing weer. Het lukte niet. Maar ja, dan voor rust sla je echt genadeloos toe. Ja, klopt. Maar dan zie je ook kwaliteit. Ik denk dat we dat uh, wel anders deden. Op het einde van de eerste helft bleven we gewoon rustig aan de bal. En uh, daar gingen we in één keer voetballen. Nou, en toen kregen we in één keer kansen. Wat vooral opviel is Zakaria Amrani, die was ook al heel goed die in, die middenvelder in ongeveer toen. Vandaag weer niet van de bal te krijgen. Nee, dan hebben we gewoon voor een hele technische jongen staan. Ja, en als die aan de bal, als je die de ruimte geeft, dan kunnen ze een fantastisch voetballen. Een beetje verrast door het inbrengen van Boukari, want die jongen die speelde natuurlijk een wereldpartij in de tweede helft, kwam erin. En ja, speelde hij een klein beetje zoek. Ja. Nou, verrast wil ik niet per se zeggen, alleen uh, ja, hij deed gewoon goed en wij deden daar niet goed. Ja, verrast bedoel ik om mijn namen mee, het spelletje werd even anders hè? Ja, dat inderdaad, alleen ik denk dat fouten zijn, misschien wel twee persoonlijke fouten van mij. Uh, ik geef een vrije bal weg wat ik daar niet moet geven. Nou, en een penalty uh, dat hij over mijn been gaat, ja, ik denk mijn eigen twee fouten. Ja, penalty, kon je weinig van zeggen, denken? Ik. Ja, ik vond van niet, ik, volgens mij zocht hij mij expres op, maar ja, geen idee. Nou, dan uiteindelijk denk je van de laatste fase van ja, het zal wel 3-3 worden, want je ziet bij beide een beetje de krachten wegvloeien. En dan toch, hè? Ja, en dan toch, kijk, uh, we hebben altijd kwaliteit en uh, we wisselen en er blijft kwaliteit op het veld staan. En dan zie je gewoon, er liggen ruimte bij Noah. En ja, Noah's kwaliteit is daar gewoon. De loopvermogen van hem is niet normaal. En dan uh, dat hij zo scherp is op die bal daarvoor, ja, fantastisch. We weten dat iedereen te vervangen is. Uh, maar Menno heb je vandaag wel gemist. Ja, natuurlijk. Menno is een van de vader's spelers. Hij is ouder, hij heeft ervaring. Uh, hij weet waar het allemaal om draait. En dan mis je soms wel zijn rust aan de bal of zijn coaching. Ja, ik denk wel dat we hem gemist hebben. Nou goed, 4 drie punten. 15 uit 5. Droomstad. Droomstad. Volgende week B-Quick, hè? Ja, dat is altijd een lastige voor ons de laatste jaren geweest. Uh, laten we hopen dat het uh, 18 uit 6 wordt. Ook tegen B-Quick, als je zoveel weg heeft, dan weet je dat je moeder krijgt, hè? Iedere wedstrijd als we zoveel weggeven krijgen we het moeilijk. Okay, nou. Mensen hebben vanmiddag genoten voor de buizen denk ik. Volgende week maar lekker kijken op Spark. Zeker weten. Dat gaan we doen.